Wij denken dat onze inwoners recht hebben op een mooie en goede woonwijk. En nu we dat kunnen doen, moeten we het zeker niet nalaten. Het kwaliteitsniveau van groen en reiniging in Wiegense woonwijken gaat weer omhoog. Dat heeft de gemeenteraad besloten. 10 jaar geleden werd het in verband met bezuinigingen afgeschaald naar niveau C, terwijl het altijd B was. Ruim 10 jaar geleden is het niveau van het onderhoud, en dat van wat stond op B, wat houdt in voldoende, is teruggezet naar onvoldoende, niet voldoende zijnde. En dat is een bezuinigingsmaatregel geweest en dat had te maken met de financiële situatie in Wiegen. Die financiële situatie ziet er nu een stuk beter uit. Ook de meerjarenbegroting laat zien, zeg maar, dat je zo'n bezuiniging die je toen de tijd hebt getroffen, dat die weer terug kunt draaien. En ja, wij denken dat onze inwoners recht hebben op een mooie en goede woonwijk. En nu we dat kunnen doen, moeten we het zeker niet nalaten. In de afgelopen 10 jaar zijn er wel klachten over het onderhoud gekomen, maar dat hangt volgens Martijn Verharen ook af van in welk jaargetijde je zit. Natuurlijk komen er allerlei klachten tegen en je moet natuurlijk ook kijken op het moment wanneer je het aan de inwoners vraagt. Want we zitten nu in de winter, in de herfst, winter, zeg maar, dan groeit er geen onkruid. Dan worden openbare ruimte veel minder gebruikt omdat het koud is, omdat het donker is. Maar als je in het voorjaar en de zomer aan de mensen vraagt en je kijkt naar het onkruid, ja, dan zijn er zeker wel klachten. Het is heel knap eigenlijk van de dienst van de gemeente Wiegen dat ze eigenlijk dat niveau C heel goed hebben vast kunnen houden. Ondanks een uitbreiding van een gebied met een huurlingsendam, tuinen van Woezik, Hoge Rot. Het meer intensiever gebruiken nu in de coronatijd ook van de openbare ruimte. En ja, dat het aantal klachten meevalt, ja, dat is een prestatie van de gemeentelijke dienst. Maar ja, die rek is er denk ik uit.